Hey Iris. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kom een dagje bij je op bezoek. Ja, gezellig. Ik zou zeggen, kom verder. Wat een lekker plekje dit, zeg. Ja, dit is echt mijn, mijn rustpuntje thuis. Ja. Heb jij een ochtendritueel? Ja, ik heb elke ochtend een schoolrun. En dat means run, run, run. Kinderen aankleden, tanden poetsen, haren doen, schoolbakjes klaarmaken, ontbijtje serveren. Wat is ooit jouw allereerste baantje geweest? Inpakster bij Douglas. Ik vond alles heel magisch aan die winkel. Tattoos of piercings? Echt sowieso geen van beide. Is er een liedje waarvan je elk woord letterlijk kan meezingen? Despacito. Ik ga nu niet zingen voor jullie. Ik ga mijn mama uitlachen met mijn Spaans accent. Wie is dit? Dit is Charlotte Kate. En die is 30 april geboren. En dat is jouw derde kindje? Ja, derde dochter. Dus we zijn een grote Elsa ballet en glittershow hier thuis. Hoe heet je de andere kinderen? Bo, die is 6, mijn eerste dochter. En Olivia is nu 4 bijna, volgende week. Dus we hebben een unicorn party. Omschrijf jezelf, is het 3 woorden? Oh, dat vind ik altijd zo moeilijk. Enthousiast, energiek, heel nuchter. Hey Iris, lopen we door Amsterdam? Ja. Waar gaan we heen? De 9 straatjes, ook een beetje mijn thuis, want daar zijn mijn bedrijven gevestigd. En welke gaan we nu? We gaan nu naar mijn allerlaatste die ik 3 jaar geleden opende. En dat is Pluk 2. En waar ook mijn hoofdkantoor boven zit. Wat is jouw favoriete koffie? Cappuccino. Met volle melk. Beetje slagroom, beetje cacao. Pizza of caviar? Pizza. Pizza met? Heel veel kaas. Heel veel kaas. En wat lust je nou echt niet? Broccoli. Dat vind ik, dat gaat niet werken. We gaan naar de Luwte. Wat is de Luwte? De Luwte is de woonkamer in de Jordaan waar alles gebeurt, maar niet veel mensen het zien. Dat is een beetje altijd zo geweest. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Ja, eigenlijk alles in het dagelijkse leven inspireert mij. Ik kan dus dat guilty pleasure momentje zijn in mijn tijdschrift. Dat ik denk, oh, wauw, dat is een mooi plaatje met een bepaald gevoel. Maar ook dat ik een bepaalde bloem zie. Ik denk, oh, dat is leuk voor een iPhone case, voor Pluk en Spanje. Het is gewoon een peachy feeling. Wel heel inspirerend. Ben je zelf een goede kok? Oké, hier zijn mijn meningen over het wild thuis. Man zegt, voor breakfast en lunch. Dat is maar met broodjes en zo, en tapas en hapjes ben ik Michelinster. Warm eten koken, zegt hij, dan kan je beter de afwas in gaan. Wat voor moeder ben jij? Vrolijke, zorgzaam en heel streng. Wat voor een superkracht zou je willen? Dat de tijd soms kon stilzetten. Dat zou ik nu namelijk wel graag willen doen. Nu met die 3 kleine meiden, zo een beetje, lekker omkeuvelen. Ja! Dat is toch alleen maar gezellig. Dat is toch alleen maar gezellig. Nee? Oh jee. Wat is het grootste compliment wat je ooit hebt gekregen in je leven? Nou, ik kreeg laatst een berichtje op mijn Instagram. En toen zei iemand tegen mij... Jouw liefde en positiviteit is zelfs te zien in je kinderen. Hoe vertaal je dat in de opvoeding? En toen dacht ik, wauw, nou dan doe ik toch iets... Goed. Om welke film heb jij het hardst moeten huilen? Oké, heb je even. Ik ben echt een jankert met films. De laatste keer dat ik heb gehuild, ik heb hem 2 keer bekeken, is van Michael Jordan op Netflix, The Last Dance. Je woont ook in Spanje? Ja, ik heb daar 13 jaar geleden mijn man ontmoet. Hopeloos verliefd. En wat is de leukste eigenschap van jouw man? Dat hij alles met hart doet en passie. En ja, dat hij echt volledig... in het nu in het leven staat, gewoon echt vandaag wil genieten. Is er nog een geheim wat je met ons wil delen? Ik denk dat alles wat je hier ziet op YouTube en Instagram, je kan nooit je hele leven laten zien. Dus je kan nooit de struggles laten zien. Ik kan niet laten zien hoe real life is. Dat kan niemand echt op Instagram. En ja, dat is wel iets wat ik tegen jullie wil zeggen van, geloof niet in die picture perfect. Ben je gelukkig? Ja, ik zit nog steeds op mijn roze wolk.
zo, ik hoop daar nog wel een tijdje op te blijven. Ja. Nou Iris, dat was een hele fijne dag. Dat was een hele leuke dag. Klaar voor de nacht? Nee. Ja. Wat moet je nog doen dan? Shotten wordt soms 2 keer, soms 3 keer. Soms 1 keer, vaak 3 keer. Wakker. Maar hoort erbij, hè? Newborn life. Ja. 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 Hey, heb je nog hele grote dromen voor de toekomst? Ja, morgen. Wat ik nu leef, vind ik echt een droom. Met 3 meiden en ik heb een hele lieve man. En ja, we leven nu echt een droom. Slaap lekker. Ja, jullie ook. En de deur uit nu, hè, want ik ga slapen.